We hebben van de vorige opnames geleerd dat het heel vet is om onze tracks aan te vullen met elektronische effecten. En die hebben we nu met onze producer, Misha, hebben we die van tevoren ingebouwd. Gewoon deze studio toch, al die analoge dingen. Ja, het is gewoon, ik denk dat het heel goed doet aan de sound die wij zoeken. Opnames kun je meer zien als een goede live registratie, want je bent bij elkaar in één ruimte en dat goed registreren en vervolgens dat mixen en daar nog wat dingen mee doen. Maar nu zijn we vroeger gaan kijken naar oké, wat kunnen we nog meer uit die tracks halen, los van wat de band live doet. Nu gaat het iets meer richting het produceren en nou, iets meer, best wel een stuk meer. Naar de geproduceerde kant en zoals ik al zei, meer de dance kant. En het is ook goed denk ik om als band een bepaalde stijl te kiezen waar je echt voor gaat. Dus we hebben nu al een grondlaag liggen en nu nemen we daarover op en dan wordt het gemixt en gemasterd. Dus er komt een hele dimensie bij onze muziek. Elektronica toegevoegd, we zijn met synthesizer nu weer gegaan en we nemen als gevolg daarvan ook de dingen meer los op zodat we verder kunnen gaan in individuele sounds. Dus de drums kunnen we harder oppompen, de bassen kunnen meer effecten krijgen en zo maken we er nog een vettere plaat van. De stukken die geschreven zijn door de componisten zijn heel erg tof vind ik, dus ik denk dat het wel een groot succes gaat worden. Het wordt echt heel vet, denk ik.